Ja mensen, daar zijn we weer. Nieuwe reviewer op de Pettergaan. We staan vandaag in Etten-Leur. En ze zijn er in Nederland. Daar ga je zo meteen laten zien wat het dan is. Ook de laatste kermis voor Funhouse Fire Department. Daar ga ik je zo meteen ook meer over vertellen. En voor de rest, laat je meenemen hier over de kermis in Etten-Leur. Altijd een hele mooie kermis. Met veel lekkere wijven. Nou, dat belooft een topavond te worden. Let's go. Als kopzak, en die had ik hier niet helemaal echt neergezet, maar hij loopt hier toch goed. De Amazone van Brugge, de Raden, de rupsbaan, met het jungle thema. Persoonlijk had ik gezegd, zet hier op de uiterste kop een topper neer. Normaal staat hier altijd een muisbaan of een reuzenrad, terwijl ik zie, oh heerlijk. Maar nu dus hier een rupsbaan, nou ja, dat is niet echt het verliestrekken, met alle respect. Maar toch doet deze Amazone op deze plaats wel goed hoor. Ondanks dat het publiek niet het trein optrekt, doet hij het wel goed. Oh, en dat wordt weer neuken. Zoenen. Ik zei het al in de intro, het is de laatste kermis in Nederland voor Funhouse Fire Department. Hij is verkocht naar Albert Orderman die hem meeneemt naar de zandbank. Zoals we gezet hebben, zandbak moet ik zeggen. Niet de zandbank, maar zandbak. Zoals ik gezegd heb in de podcast. En daarom gaan we deze niet meer terugzien in Nederland. Voor hoe lang dat is, is ons niet bekend. En we hebben even plaatsgenomen in de Funhouse Fire Department. Dat klinkt heel gek natuurlijk, maar het begint met een freefall. Tenminste, shot en drop met draaien erbij, hartstikke leuk mensen. Nou, daar gaan we. Oh, oeh. Dat is helemaal niks. Maar het is wel leuk. Ik hoor net naast me dat dit wel grappig is mensen, dus, en het is ook echt, het is echt grappig. Dus zometeen meer, Funhouse Fire Department. Een van de grootste, mooiste funhouses van Nederland. We gaan hem missen mensen, laten we eerlijker wezen. Want het was en is een topzaak. Als booster, de speed booster van Brandtenaar. Een booster die er best goed uitziet door mensen. Het is de eerst gebouwde speed booster gebouwd bij KMG. Hallo Jumbo! Ja, en het is Jumbo nummer 1. Van Orderman met veel special effecten. We zagen dat de belletjes al naar boven gaan. Bellenblaasmachine. Nou, momenteel zien we nog even niks, maar ja, je kan niet altijd geluk hebben. Nou, het is en blijft wel een leuk ding deze Jumbo mensen. En ze blijven ook altijd lekker vernieuwen.
Mensen, ik heb het je verteld, het wordt een succes als het in Nederland zou komen. Ja, kijk eens even. De Ploesje Penissen, we zagen ze natuurlijk in België al. En nu zijn ze eindelijk overkomen waaien naar Nederland. En hier staan ze dan lekker recht overeind. Je kan ze er zo uitgrijpen, mensen. Het Triolendorp dit jaar niet van Heesik. Ja hoor, SBSS, ja hoor, die zijn er. Maar Martens staat hier dit jaar met... hoi. Hij kent mij natuurlijk niet. Ik ken hem ook niet, dus dat scheelt. Maar het is dus Martens dit jaar met Triolendorp. De kindermolen van Stuyven Griet, zoals elk jaar. En eigenlijk ook gewoon staan, staat deze familie meerdere keren in Etten-Leur. Kijk daarvoor even de oliebollen e-test die we opgenomen hebben. Ze staan ze gewoon in de winter nog een keer in Etten-Leur. Maar dan met oliebollen, mensen. Kan ik gelijk even kijken wat wij van de oliebollen vinden. Want wij hebben natuurlijk op professionele wijze hebben wij deze oliebollen even getest staan. Nou goed, hier dus met de mooie kindermolen. Wippen kan je een schitterende American Whip die er elk jaar in Etten-Leur staat. Ja, daar kan je lekker wippen, mensen. Hier ook kijken ze allemaal lekker wippen, heerlijk. En heerlijk, mensen. Rook! Curly chips daar. En dan daar achter trouwens nog het ijskraam. Laten we zo meteen nog even zien. Viva Las Vegas hier, grootste glasdorp van Nederland, van Ariaans, bedoel ik even leuk om te zeggen natuurlijk. We draaien door naar een van de grootste spelzaken van Nederland, is gewoon zo. De Police Academy van de Haan, kukkeleku. Rezorama van Straathof, draaien we door richting de Fun Place. En laten we nog even een keertje dames zien, maar dat was niet de bedoeling, maar ja, die wil ik ook niet laten zien, maar ik wilde het ijskraam laten zien. Ja, u ziet het mensen, sommige mensen die willen heel graag een beeld hebben, dat kunnen we wel eens hebben. De Crazy Slide van Vonk, de tweede glijbaan die we hun aangekocht hebben, staat hier. En ook hier liggen ze dan. Ja, het wordt echt een rage in Nederland. Ik weet het zeker, mensen. Dat gaat lopen als een tiet. Nee, als een piemel. December, maar we zitten ondertussen op 30 juni op de kermis in Etten-Leur, bij het oliebollenkraam van de Raden Sint-Michiels-Gestel. Over Sint-Michiels-Gestel gesproken in de vorige oliebollenvideo. Ja, dat was de vorige oliebollenvideo, hè? Ja, ja. Is Sint-Michiels-Gestel ook te vinden. Ja. Maar we gaan deze even testen. Een oliebol zonder krenten. Proost. Zo, ging die bijna al uit mijn handen. Lekker warm. Goede suiker, begint al goed, hè? Ja, en ik voel ook al iets. Dat heb ik wel scheiden gezegd ook, maar ik voel wel iets. Ja. Zware concurrentie voor Etten-Leur, hè, deze? Dit komt als losse video online. Ja, zware concurrentie. Ja. Ja, want er zijn hele goede bolletjes hier in Etten-Leur te vinden altijd. En dan staat hij ook altijd in de winter. Een stukje verderop, hoorde ik dat. Ja. Ik ben het nu al kwijt, ik ben hier zo niet heel goed. Bij de Lidl dacht ik of zoiets. Was het niet bij Lidl? Ik weet niet. Oh, hij is al een proef, hoor. Ja, zal ik ook even. Knapper van buiten, zacht van binnen. Dat is een begin. Ja. Niet te knapperen. Niet te knapperen. Mag van mij een klein tikje harder. Maar dat is misschien persoonlijke mening, mensen. Gaan we hem ook ontleden, of niet? Dat is wel goed. Sorry? Ga je hem ook ontleden weer? Ja, hij is wat ontleden. Ja, dat kan. Ja. Het is wel een goede bol, maar... Goede suiker is niet te aanwezig, maar wel lekker aanwezig. Ja, er had wel iets meer suiker in de bol gemogen, het andere suiker. Ja. Had net wat meer smaak toegevoegd. We
hebben nu ook een bol zonder... Ja, zonder krenten en zo, dus dat is al anders natuurlijk. Ik moet gewoon van de winter een keer terugkomen, dan moeten we met krenten proberen. Ja. Als oudscooter Bumper Palace van Swinkels. Altijd is het zo dat de oudscooter hier echt heel druk heeft in Etten-Leur. Dat is echt niet normaal. Daar zien we de rook van de Dragon Breed en een vrouwtje. Met een haas. Beetje weggestopt achter de bomen, maar hij staat er wel. De schitterende Dubai van Jackie Botwa. Mooiste pink date van Nederland. De breakdance is de breakdance nummer 3 van de Hoefnagels. Komen we niet vaak tegen. Maar hier in Etten-Leur staat hij nou voor het tweede jaar achter elkaar. Waarvoor dan Hoefnagels met de nummer 1 altijd stond. Wist er niet altijd. Witty heeft hier ook wel eens gestaan met de powerdancer. En ook Nico Sipkama met de breakdance. Maar nu is hij dus dit jaar weer voor Hoefnagels. De minicar draaien we door richting een voetbalspel met daarnaast, ja, hoi dames, hoi. De kop van Jut XXL van Jackie Botma. Weer Botma, hè? En als je denkt ik wil nog meer Jackie Botma, dat kan, want die staat hier ook een keertje met de beach jumper. Dan ga je lekker zo lekker op. En neer, en op. En neer, dat is genieten mensen. En ook hier staan ze weer lekker op een rijtje overeind mensen. De penissen, de poesje penissen. Even voor de Nederlandse exploitanten, er zijn ook poesje tieten in de omloop. Ja, misschien is dat een leuk vervolg. Ik weet zeker dat het succes wordt. Speciaal voor de video gaat Tony eventjes piemel grijpen mensen. Ja, daar, ik weet niet of hij in het dagelijks leven er ook van houdt. Ja, bij de balletjes op, bij de balletjes. Dat zou leuk zijn als hij nog raken ze natuurlijk wel even voor de video mensen. Ja hoor. Ja. Ja. Ja hoor. Nee. Nou, aan de kopske. Ja hoor. Nee. Je kan je ook... Wat doe je nou? Ja, Pink, wat doe je nou? Vind ik ook wel leuk, ja. Pink, wat doe je nou? Ik had hem niet bij zijn ballen kunnen grijpen en wat doet hij? Die pakt hem bij de kop. Ja, 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 ja. Ja hoor, dat wordt hem. Nee. Je mag nog één keer. Voor de video, kom op Tony. Ja, die man wil reclame hebben natuurlijk, dat snap ik natuurlijk ook wel. Ja hoor! Hij heeft hem! Ja! Sorry, show even! Ja! Zo blij als een kind toch? Nee! Rook! Fasten your seatbelts! No smoking! Nou ja, of toch niet, no smoking hoor ik net. Sit back and het is de Hurricane van Van Reken. De familieattractie voor Mini en Maxi. And here we go! In Geleen had ik het erover dat hij terug naar de fabriek zou geweest zijn. En dat ik niet wist waarom en wat er dan precies aan de hand was geweest. En dat ik het ook niet zeker wist. Nou, hij is inderdaad terug geweest naar de fabriek afgelopen winter. En dat is hier wat langer gebleven. Hij is daar wel langer gebleven omdat hij zijn molen, zeg maar, de hoofdarmen van de molen, heeft hij laten vernieuwen. Waarom dat precies is, heb ik geen idee. Maar die zijn dus vernieuwd in de afgelopen winter. Dan weet jij dat ook weer, mensen. Dat is allemaal interessante informatie. Dat krijg je natuurlijk alleen maar hier op de Patrick A, mensen. De Air Race Bungee van Albers, hier ook present op een schitterende plaats. Ja, dat zeg ik, Air Race Bungee, mensen. Oh, er wordt nog een keer afgeteld, mensen. Het is niet te geloven. Het lijkt hier de kleuterschool natuurlijk wel. Even leren aftellen. Ja, ze hebben dit jaar weer eens een echte polit hier in Etten-Leur. Dat komt niet vaak voor. Laatste keer was de corona-editie, toen stond de Happy Spider hier. De keren hiervoor dat er een poliep stond, is dat weer een tijdje geleden. Denk daaraan aan de Copacabana poliep. Van Paashuis heeft die wel eens gestaan.
Maar ook te denken aan de Summer Party Club van Slinkels toen de tijd nog. Heeft hier ook jaren achter elkaar gestaan in Etten-Leur. Nu dit jaar dus de beurt aan de Power Club van Edwin Bader. En dan heb je hier een polyp dus, zoals ik net liet zien, een familieattractie. Daar heb je de Aries Bunch, een hoge attractie. En dan staat hier de Ballon Voyage. En omdat die dus tussen deze twee zaken staat, vind ik hem een beetje wegvallen. En dat verdient deze zaak absoluut niet, want dit is echt een topzaak, mensen. Mocht je kijken naar deze video, mocht je een gezin hebben of zo, of kinderen, ga hier gewoon eens een keertje in. Het is echt een hele leuke zaak, deze Ballon Voyage. De cakewalk van Remer Mega Luna Park. Wil je meer zien van dit Luna Park? Kijk even de review van Geleen. Daar hebben we een rondje gedaan. Kan je ook zien wat ik ervan vind en zo. Maar ja, wat ik vind kan ik nu ook gewoon zeggen. Beste cakewalk van Nederland naar mijn mening. Zeer uitgebreid en leuk. Tweede poesje van Jos Roel. Zijn eerste zijn we al in tegengekomen, heb je natuurlijk alvast wel herkend. En de buggybaan die helaas ook al niks meer te doen heeft nu. Het is ook al wel later op de avond als worden natuurlijk. In Geleen nog gedaan en nu staat hij hier in Etten-Leur. Het is de showtime van Van der Wiel. Nederlands mooiste Efteling. En ik heb in de wandelgangen gehoord dat het hier nog niet bij ophoudt. Dat ze hier nog meer mee van plan zijn met deze Efteling. Dus dat is mooi nieuws. Dat is toch een teken dat hij nog een tijdje in Nederland mag blijven. En dat zien we natuurlijk graag, want ik hou van dit soort attracties, mensen in Efteling. Heerlijk. Staat ook op een hele mooie plaats, zo richting dat gebouw slingert hij ook echt vrij kort langs hoor. Doe nog een keer doen. Als ik hoor iemand, doe nog een keertje. Oké, jongens, komt die finale. Mooiste plaats in Etten-Leur voor een Efteling. Kijk eens mensen, mooi langs het gebouw. Er is geen mooiere plaats in Etten-Leur waar deze schommel het mooiste tot z'n recht komt. Nou, dat was de kermis hier in Etten-Leur. Een mooie kermis, dat zal ik niks over zeggen. Alleen wel wat minder als andere jaren. Ik ben hier in Etten-Leur altijd iets beter gewend. Maar die trend zien we eigenlijk op alle kermissen terug die we bezoeken. Dat allemaal een tikje minder wordt. Ik denk dat we in Nederland een beetje een tekort hebben aan grootvermaakzaken, waardoor het een beetje afzakt, een beetje standaard wordt. Het is een beetje, ja, je mist de echte publiekstrekkers, de echte sfeermakers. Zoals een Reactor, zoals een Toxic, zoals een Energizer, zoals een, ja, noem het maar op, de echte smaakmakers. Kijk even naar mijn buurman, want die laat meestal heel veel met zijn gezicht zien. En die laat nu ook zien dat hij het compleet met me eens is. Maar dat mis je een beetje op deze kermis. Voor de rest een hele mooie kermis, mensen, moet ik zeggen. En het was ook gezellig druk. Niks mis mee. Beste show. Ja, dat is toch wel een lastigje, moet ik je vertellen. Ik kijk. Ja, gewoon doen. Ja, doen. Ik kijk even naar. We gaan het doen, mensen. Showtime van Van der Wiel. Inderdaad, goede show. Ja, je kan moeilijk zeggen, breek des hoefnagels. Want ja, daar was niet veel show aan. Op een paar jingles na. Waren wel leuke jingles. En we hadden een leuk liedje. Ik ga weer lekker spelen op mijn fluit. Nou, dat doe ik elke avond, mensen. Dus ja, dat is natuurlijk fantastisch natuurlijk. Bedankt voor kijken. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Kijk natuurlijk ook even de opbouwvideo van het Smakenrad. Dat is ook een spectaculaire video. En er komt nog meer aan uit het Smakenrad. En binnenkort zijn we terug vanaf een andere kermis. Komt allemaal goed. Wat moet ik daar zien? Wat is daar te zien? Nee, niks. Er is wel wat te zien. Mensen, toedeledokio. Ik vind het wel best zo. Podcast, ook even luisteren, mensen, podcast.